Hallo allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. Ik heb bij mij aan mijn bar zitten een man die heeft al 9 singles op zijn naam staan. Is met zijn 10e onderweg. En hij heeft dan uitgebracht van Oh Blijf Bij Me, Lana, Dansen Door De Nacht, Jij Gelooft In Mij. Als ik naar je kijk, was dit liefde? De mooiste gedachte? En geef liefde nog een kans. Er zijn er heel wat en dat is Johan Moreno. Ja, goedenavond. Goedenavond. Nou, vertel wie, wat en wat, waar komt Johan vandaan? Ja, Johan Moreno, ik ben natuurlijk, dat is heel belangrijk omdat ik natuurlijk vandaag hier bij het Artiestencafé ben. Ik ben natuurlijk in Den Bosch geboren. Daar wil ik wel even erbij zeggen, ja. Dus ik ben wel een Brabander. Hey. En jij kijkt even in de camera. Ja, ik ben eigenlijk in Den Bosch geboren. Ik ben vroeger in Velderhiel. Daar heb ik rondgestruind, zeg maar. Oké, en dan ben je grote liefde tegengekomen? Ja, dat was wel in de buurt daar. Dat was vroeger natuurlijk in de Arend en Ammerzoden. Mm-hmm. En misschien voor die mensen die meekijken, ja, dat was een discotheekje. En daar heb ik mijn wederhelft tegengekomen, ja, Bianca. Dus, nou ja, ik zie Bianca wel eens af en toe een fotootje plaatsen. En dat zijn van die lekkere ouderwetse foto's die vroeger ook op de kermis gemaakt werden, dat je hand in hand loopt. En dat zo'n fotograaf even een fotootje maakt, bonnetje geeft van, dan kun je de foto gaan ophalen. En dan denk ik, nou, jullie zijn echt geen steek veranderd. We zijn allemaal een beetje ouder geworden, maar qua uiterlijk zijn we toch allemaal hetzelfde geworden. Ja, nou, dus bedankt. Ja, toch? Nee. Ja, maar dat is ook zo. Onze Bianca, mijn Bianca, die, ja, die, kijk, als je artiest bent en je hebt een, ik vraag wel eens aan een artiest, vind jouw vrouw het ook leuk? Zeggen ze, ja, ja, maar ik denk dat ik, ja, ik heb het gelukt dat mijn vrouw het ook nog leuker vindt dan mezelf. Mm-hmm. Je houdt alle, zoals jullie, alle artiesten houden we bij, we houden nieuwe singles bij, we doen artiestenreizen, zijn mee op een start, we hebben thuis een geluidsstudio, ja, wat doen we niet, mijn zoon die zit op de HKU in Utrecht, ja, we zijn altijd met muziek bezig. Daar zullen we straks nog eens heel eventjes op terugkomen. Hey, hoe ben jij in de muziek beland? Ja, als je mijn biografie kijkt op Van Hoesel Music en op de oude website johanmoreno.nl. Daar staat vroeger, daar kan ik een heel verhaal over vertellen, maar dat duurde lang natuurlijk. Mijn opa woonde in Ammerzoden en die was accordeonist. En als kleine jongen, dat vergeet ik nooit meer, toen zaten wij, ja, dan ga ik dialect praten, maar toen zaten wij als kleine jongen, mijn opa had ook een orgel. Je had ook, het zit altijd ergens, de muziek, ja, komt altijd ergens vandaan. En mijn oom die was drummer, die zong ook. En ik vergeet nooit meer of het was met oud of nieuw, met carnaval. En dan had je vroeger van die schuifdeuren. Ja. En toen was een keer een feestje. Een heleboel mensen waren eruit genodigd in de huiskamer. En toen zat daar in één keer een band. Ik vergeet het nooit meer. Mijn opa de carillon. Mijn oom die drumstel stond binnen. De visboer had nog een accordeon. En dat was dan die band van die avond. En dan heb ik dan met smart naar zitten kijken als kleine jongen. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Ja. Maar er is dus dat je altijd naar de cafés met artiesten bezig zijn. Mijn moeder die overal optreden in de cafés met een borreltje op. En dan zeg ik, ma, doe dat nou niet, stop dan nou mee. Maar achteraf vond ik het eigenlijk wel leuk. Toch wel. En ja, mijn vrouw ging ook altijd, die kwam ik daar tegen en dan vroeg je net. Die ging altijd naar de slagerfestivals en die was dan een beetje van de en nou gaan ze in Duitsland artiestenreis. Maar toch hebben we elkaar gevonden met die muziek. Mm-hmm. En dat groeit nou weer door mijn oudste zoon. Ja, muziek komt altijd ergens vandaan, hè? Ja. En om het vol te houden, dan moet het echt in je bloed zitten. Ja, het is een moeilijke wereld. En volhardend zijn. Singles blijven maken. En er komt altijd wel een keer een singeltje dat ze zeggen, ja, Daisy. Hey, ik heb wel gelezen van jou dat jij vroeger een grote fan was van Nederland Muziekland. Ja, Nederland Muziekland, ja, ja, ja. Mis je die programma's niet? Ja, ja. En dan dat zou ik nog wel een keer willen als ik ooit, natuurlijk, elk artiest hoopt op een hitje. Dat zo'n heel dorp en dan een groot podium erbij, ja, die je liedje meezingt. Dat zou je toch willen? Dat zeker, maar Nederland Muziekland, heeft dat jou ook een beetje een inspiratie gegeven? Ja, ik hou eigenlijk van alle soorten muziek, maar ik ben nou maak ik alleen maar feestmuziek. En wat vind ik gezellig? Ik kan er echt van genieten als mensen aan het dansen zijn. Daar kan ik echt van genieten. De mensen gezellig hebben. Dat vind ik echt belangrijk in het zingen. Geef jou een voldoening? Meestal ben ik te wild, dan zegt mevrouw rustig aan, maar ja, dat zit in me. Ik vind het gezellig, accordeonmuziek en de mensen aan het dansen zijn en dan heb ik echt plezier. Daar leef ik. Ja, dan is het voor jou ook van ik doe het goed, ga lekker door en geef nog wat gas bovenop. Ja, maar ik denk dat de mensen er ook zien aan je als je artiest bent en je straalt het zelf niet uit. Mm. Ik denk, je moet het zelf wel heel leuk vinden en dat komt daar van eigens, denk ik. Ja. Je moet het gewoon doen en gewoon hup, gezelligheid.
En overal leer je van en word je alleen maar beter. Dat zeker. Hey, nou heb je in totaal 9 singles uitgebracht. Dan ga ik aan jou vragen of jij weet nog precies, want je hebt er nou bijna 10 uitgebracht, wat je allereerste single was. Ja, dat doe je met mij, was dat. Hoe was dat toen voor jou om in een studio te gaan staan voor de allereerste keer? Tekst voor je neus, muziek op je oren en ga dat nummer maar eens even in. Ja, dat was als ik nou terugkijk, oh, had ik pijn in mijn buik hoor. En dan oefenen thuis en dan ook al toen al borrelen. En die was eigenlijk wel een beetje bang om het te doen, want zou het wel goed komen. Maar je hebt niks te verliezen, want de studio trekt het toch wel een beetje recht. Nee, maar dat is gewoon zo. En je moet overal aan beginnen. Als je niet aan begint, dan kom je er nooit. Je moet het gewoon doen en dan... En toen werd hij voor de eerste keer gedraaid overal. Ja, deze test met TV Oranje. De buurjongen, die was toen... mijn vrouw die weet het, ja, ik moet niet naar kijken. Maar de buurjongens, die zijn... Ja, dat was een jaar of 6, 7 geleden begon, 6. Mm-hmm. En die buurjongens, die waren natuurlijk nog kleine jongens. Die waren 1 jaar of 12. En die zaten allemaal bij ons binnen, heel de buurt in het wijkje. Stemmen, TV Oranje, hij is erop. En die kom ik nou nog tegen tijdens een optreden. En dan zegt hij, hey, buurman, ik ben er, hè. Dus dat groeit, dat, de fanclub. En dan... Maar best leuk. Ik kan me ook voorstellen, hè? Je hebt dat nummer klaar. Nou zit jij te wachten van, wat gaat het doen? Ja, dat is altijd... Want het is altijd een gok van, wordt het iets of wordt het niets? Ja, deze nou juist, de muziek is een kunstvorm, hè. Mm-hmm. Als iedereen zou kunnen zeggen, ik maak een nummer 1 net, ja, dan was het, dat kan niet. Dus deze, ga maar eens zoeken. Ja, als je bijvoorbeeld een metselaar bent, die zeggen, ik heb al die stenen netjes gemeld, ik vraag zoveel de meter. Maar het zingen is kunst, hè? Ja. Dat is net zo lang zoeken tot... Ja, waar is het? De goede tijd, het goede liedje? Ik weet het niet. Nee, maar het is wel iets waar je jezelf prettig bij moet bijvoelen. Als je zelf niet goed kan uitbrengen, dan denk ik niet dat je het juiste liedje hebt. Nee. Want het moet echt leven, hè, in je, hè? En ja, een goed liedje, als je 's morgens wakker wordt, dan moet hij weer in je hoofd zitten, hè? Dus... Dan heb je een goed nummer, vind ik altijd. Als het in je hoofd blijft hangen, dat je de volgende dag opstaat en je loopt nog met het refrein rond. Ja. Dan vind ik, dan heb je een goed nummer. Ja, maar deze is gewoon heel erg moeilijk. En dan komt er weer een hitje uit en willen mensen weer bijvoorbeeld een nummer 1 hit, dan gaan mensen die namaken. Maar toch, nooit lukt het als die hit, hè? Nee, maar er zijn zoveel artiesten, dat weet jij zelf ook. Het is echt een heel groot gevecht om je eigen ergens neer te zetten. Het is, ik vind het fijn om een verhaal te vertellen, ik kan er nog uren over praten, maar ja. het is, jij weet het ook, Marianne, het is een hele grote visvijver en om het vol te houden moet je een goede manager, ja, dat heb ik dan met mevrouw, die het ook leuk vindt, die promoot, die, hoe ga je het doen, wat is de beste weg, wat vinden uw fans leuk, wat vindt dit leuk, wat vindt, om door te blijven gaan. Ja, betrek jij jouw fans er wel eens in? Ja. Dat je zegt van, ik ben met iets bezig. Ik laat even een stukje horen, maar wat vinden jullie van? Wat zouden jullie nog willen? Nou, ik heb in het begin veel liefdesliedjes gemaakt, maar ik denk, ja, dat is toch niet, eigenlijk niet wie ik echt ben. Ik hou van volop feest. En nou ben ik, na jaren, en dan elke keer als geüpdate ontwikkelde werd, nou sta ik zo te glunderen op het podium met nieuwe muziek, ja, dat ik denk van, ja, daar wil ik naartoe, daar is het. En dan krijg je optredens, want dan zit je echt in je element, denk ik. Jij doet zelf, je vertelde het al, heel veel aan promotiewerk. Je bent regelmatig te vinden bij de BUMA. Ja. TV Oranje. Hoe belangrijk is voor jou promotie? Ik denk, je moet overal, als je denkt, de grote, de kleine radiozenders, de grote radiozenders, alles is belangrijk. Alles. Mm-hmm. En als je echt beroemd wil worden, moet je echt overal, wij zijn vaak te vinden bij de BUMA. Ga ik ook al met mensen dan praten, wat vinden dit, wat vinden dat. Eigenlijk het artiestenwereldje, er staat daar de BUMA, er zijn niet zoveel mensen. Er zijn een paar hele grote platenmaatschappijen, er zijn een paar die daar ook weer bij horen. Ja. En dan is het, mensen denken, dat is allemaal hele grote platen, maar dat is niet. En als je daar een beetje bij kent en je denkt, hier voel ik me eigenlijk goed bij. En dan, wij gaan overal naartoe, wij gaan naar de BUMA, wij gaan naar TV Oranje, we gaan naar overal iets te doen. Dus dat wij denken van, daar hebben we iets aan, daar gaan we naartoe. Ja. Dan pak ik vrij, maar vrouw, we vinden het nog leuk ook. Want je moet het leuk vinden natuurlijk, hè. Ja. Maar toen ik pas begon als zanger, toen had ik ontmoet leuke mensen, ontmoet minder leuke mensen. Maar die moeten gewoon aan de kant schuiven. Ja. Gewoon aan de kant schuiven. Maar dan heb ik dan mijn vrouw die denkt, maar als artiest alleen dat moet doen, dan denk ik wel dat je daar het moeilijk mee kunt hebben.
Je moet gewoon hup, deur gaan. Gewoon hup aan de kant schuiven. En de volgende optreden, het verandert allemaal. En bijvoorbeeld René Kars, die kwam ik toen jaren geleden, ging maar even het eerst naar de Buma. Die kwam ik tegen. Hey, ik zeg René, ik ben een nieuwe zanger. Die stond daar aan de cola. Je denkt René Kars, even een buurtje maken. En ik denk, je weet nooit, hè? Misschien wil hij wel. Oh, moet ik ook een colaatje, jongen, ja. Hij zegt, oh, je bent een nieuwe artiest. Oh, dat is leuk, zegt hij. Geef even je mailadres, stuur ik op een paar weken als tijd op, stuur ik even een mailtje. Ik denk, hoor ik niks meer van. Toen had hij mij een hele mail gestuurd hoe ik artiest moet worden. Die kom ik nog elke keer tegen. Er stond in, ook wat ik nou vertel, zoek iets wat je goed bij voelt. En ben heel goed voor uw fanclub, draag ze op handen. Elke fan is er één, zorg dat je ze niet kwijtraakt. Al wil een café jou niet boeken, als er 50 mensen binnen zitten, ik wil Moreno hebben, dan denkt die man, ja het zal wel hoor, mijn café is vol. Ja. Want zo werkt het, die fans dragen jou. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk en sowieso belangrijk voor een artiest. Neemt er de tijd voor en zorg dat het groter wordt en dan op een gegeven moment gewoon de mensen zo dragen. Ja. En dan, als je dan een goed liedje hebt, dan gaat het als een olievlek, hè? Want dan gaat iedereen er draaien. Ja, dan word je overal afgedraaid. En, ja, en dan. Denk je dat het lukt, denk ik. Nou hadden we het net over de Buma. We weten allemaal, Buma was vroeger altijd bij ons op de praat in de ja, stad. Ja. Ik zeg altijd, als ik een artiest aan het praten ben en vooral een beginnende artiest, laat je eigen zien. Maak een babbeltje met de bekende. Laat weten wie je bent. Geef hem voor mijn part een strooikaart of zo. Doe er iets mee. Maar op die manier zet je eigenlijk ook al een soort stempel. Als je er bent. Als je er bent, is het begin. Ja. Dus mensen zien jou, geef ze een hand, dat is ook leuk aan de Buma. Je hebt een kaartje op, dan zien ze je bent artiest of je bent platenlabel. Of dan kijken ze naar je naam, dat staat met groot op. Dan zeggen ze, oh nou, laat je eigen zien, zeg wie je bent. En toch is die wereld niet zo groot. Je komt je eigen toch allemaal weer tegen. Mm-hmm. Op een of andere manier. En die wil een keer een plaatje maken of die en die en zo gaat het. Ja. Ja. Hey, nou loop je al jaren mee, maar dat deed je niet alleen in het begin. Je zei al, je vrouwtje, Bianca, die liep echt in het begin alles al voor jou te regelen. Maar in de tussentijd is het heel groot geworden, want het hele gezin werkte onderhand aan mee. Ja, dat is echt wel iets om trots op te zijn. Want in het begin, mijn oudste zoon, Givano, die toen hij 12 was, ging hij af en toe wel schuiven. En hoe dat toen begonnen zijn, dan zat ik een lachwekkend. De speakers in de auto, die kon je niet tillen. Ik zei, til op, kom op. Zullen we nou nog over terugkijken? Maar hij was vroeger al een beetje discjockey, dus de muziek zat wel in hem. En ja, VWO afgestudeerd, dus dat kan ik ook leren, gelukkig. En nu is hij naar de HKU in Utrecht, de Hoge Kunstacademie. Dus ja, dat doet hij. We hebben ook nog een platenlabel opgestart. Wat doen we niet? Hij maakt de flyers, hij maakt... Ja, hij doet eigenlijk, we doen alles op muzikaal gebied. Hij heeft zelf nou deze single gemaakt. Mm-hmm. Hij, en je moet altijd ergens beginnen en ik vind hem heel mooi geworden. Maar dat is muziek voor de jongeren. En ja, we zijn vaak over muziek bezig. Hij is zelf deze ook in een lalala in een bos. Hij, ja, wat doet hij niet allemaal in de muziek? Heeft hij al zelf al wat mensen onder zich zitten die onder zijn platenlabel waren? Ja, natuurlijk zijn eigen vader. Ja, zijn eigen vader. Maar al wat meer. Maar in de toekomst zijn we daar... Misschien gaan we er nog wel mee bezig, ja. Maar we moeten nou nog even, we zijn met artiestenreis bezig geweest, we zijn, maar als we daar bijvoorbeeld een artiestje zeggen van, kijk we willen, als er een artiest komt willen we het goed doen. Ja. Dat je eigen thuis voelt bij ons en dan verliever het management en zo verliever proberen de weg te vinden. Ja. En toen zijn we er aan begonnen, toen zei ik met mijn zoon en mijn vrouw overleg, zullen we dat doen? Je hebt niks te verliezen, want je moet gewoon ergens aan beginnen. En op zijn school word je daar weer verder aan mijn management en noem maar op. En bij grote platenlabels gaat je daar stage lopen. Ja. En dan kun je alleen maar allemaal van leren. Ja, en het leven is bij vallen en opstaan, hè? Het is vallen en opstaan. Deze ene single doet het wel, de andere doet het niet. We zijn een artiestenreizen begonnen in coronatijd, vertel ik net. Ja. Maar nou voor de camera. En dat was best moeilijk. Maar nou zijn we er inmiddels al, hebben er al twee hebben er achter de rug. We hebben er nog twee in maart hebben, die zit vol. In december, 8 december zijn we mee bezig. En dat is ook best een opgeregeld, maar het is leuk. Het is, Dan hebben jullie al vier edities, taal ik al. Ja, ja. Maar je vertelt al, Weekendje weg met Johan Moreno. Ja. Dan denk ik bij mijn eigen hele hoop feesten en gekkigheid.
Ja, het is, weet wat het allerleukste is? Ik had hem vorige week, vorige weekend zijn we geweest. Maar 2 weken van tevoren, ik denk, oh, kom vandaag al maar. Want weet wat het allerleukste is, is een hotel. Wij zijn er natuurlijk al een paar keer geweest. Het zijn allemaal mensen die van het Hollandse lied houden. Ja. Daar krijg je, die mensen, er is drinken bij, het is all in. Het is, je hebt geen één groot hotel. Ja, het is 45 kamers, één groot hotel met feestende mensen. We hebben er ook een videoclip opgenomen en deze gewoon, ja, dat is gewoon superleuk. Deze gewoon, we hebben ervoor, ik ben er nog steeds blij om. Als we, wat we daar allemaal meegemaakt hebben en gewoon gezelligheid. Het is natuurlijk een eindje rijden, 300 kilometer. Maar ja, het sneeuwde nog en je komt natuurlijk in een andere wereld, hè? Ja. En deze, dat is gewoon, onderin is een heel leuk bruin cafeetje. Café, Hotel Marleen en echt Duits. Duits, ja, dat is meestal een Duits land, maar gewoon heel leuk. En een aantal artiesten hebben we uitgenodigd en ze proberen elke keer wat andere artiesten neer te zetten, want het moet natuurlijk niet gewoon worden. Elke keer hetzelfde worden. Nee, maar niet elke hetzelfde worden. Dus, maar als ik jou zo zie, jij vertelt erover, dan zie ik bij jou een hele glimlach op je gezicht, die ik ook helemaal stralen, van dat je er al eigenlijk alweer naartoe leeft naar het volgende. Ja, maar dat is gewoon zo leuk. En vooral, ik noem iets, er was een man bij, het is 83 of 84? 83. Die had gewoon van 8 uur tot 1 uur 's avonds op de dansvloer gestaan. Knap. En nog 3 andere mensen, gewoon continu op de dansvloer. Gewoon helemaal uitleven, op gezelligheid met je gebied dan. Gewoon lekker muziek maken en drankje erbij en polonaise. Die man heeft gedacht, ik heb maar 1 leven en ik moet ervan genieten. Ja. Is toch? En die gaat overal naartoe, die gaat overal dansen. Die gaat naar houseparties. Dat is 84, ja. En die, wij kunnen het niet meer volhouden en hij gaat deur op zijn bosdrills gezegd. Dat is zijn geheim. Ik zeg, ik heb het gevraagd aan hem. Ik zeg, waarvoor drugs gebruikte jij? Hij zegt, nee, dat mag niet natuurlijk daar en dat pakt je ook niet. Hij zegt, jongen, je moet bezig blijven. Want een dag erop, ik zeg, Ted, we gaan er naartoe. Dan ging je rond 1 uur of 10, dan ging je 10 kilometer lopen door de bergen in Duitsland. Iedereen lag nog op half apengapen. Ik vind het knap hoor, ik neem een petje ervoor af. Hij is niet van de dansvloer af geweest, dat is mooi hè. Hey, 14 november kwam de dag van mijn leven uit. Ja, de dag van mijn leven, daar ben ik heel trots op. Muziek die heeft mijn zoon gemaakt. Het is een muziek voor de jongeren. Mm-hmm. En daar heeft hij heel lang aan gewerkt. En heeft hij, hij heeft de tekst gemaakt, hij heeft de muziek gemaakt. En dit is de eerste single, daar ben ik heel trots op. En zijn maat die op school zit, die zit ook op de HKU, die heeft hem afgemixt. Die studeert ook al 1 jaar of 3 en voor afmixen. Mm-hmm. Dus dat is een eerste productie die ze samen gemaakt, thuis opgenomen. En ja, ik ben er trots op dat ze iets zo kan. Ja. Want probeer het maar eens. Begin er maar eens aan. Maar ook de zanger moet het proberen, want het is een hele andere stijl dan jij gewend bent. Ja, het is een hele andere stijl. Hij zei, pa, zo wil ik het maken. En ik heb natuurlijk van meer accordeon. Maar dit is de veel jongeren, die hebben ook bij de artiestenreis tegen mij gezegd. Hey Johan, de nieuwe nummer, dat is leuk hoor. Want het is meer de top 40 kant op nou. Want dit zitten 90's geluiden in. Ja. En luister maar naar de top 40. Dus de nieuwe generatie is daar. Ja. Zou jij dit nog met je eerste 3 nummers ook weer in zo'n jasje steken? Dat je zegt van, nou, ik haal echt die muziek die daaronder zit weg. En ik zou mijn zoon zeggen van, nou zoon, ik heb hier voor jou 3 nummers. En ik wil dat jij daar een mooie beat onder maakt, dat ik ze nog eens een keer uit kan brengen als een soort 2.0 bijvoorbeeld. Ja, dat zou ook leuk zijn, maar dat is de toekomst, hè. Hij gaat, dat is ook de vraag achter. Kijk, als je zelf banden maakt, kan je het zelf ook heel snel corrigeren. Mm-hmm. Anders kost het weer geld, dan moet het weer terug. Naar de producer, het hele spelletje begint weer opnieuw. En nou hebben we alles zelf gemaakt, alles. Dus als we zeggen, het liedje gaat het ook leuk doen op de radio, dan kan je, hij draait bij Lala en Bos, dan zegt hij, pa, zet ik er een beat onder. En dan kan hij zelf zo maken. Dat is het leuke als je alles zelf in beheer hebt. En dan denk ik dat er een filmpje langskomt van, pa, kijk eens hoe gek dat ze hierop staan te doen. Ja, ja. Ja, dat doe je voor, snap je? Ja. Hey, nou heb je van 18, 19 en 20 november eigenlijk jullie weekend gehad. Ja. Zo te horen was die fantastisch, want daar had je net al iets over verteld. Ja. Maar daar hebben jullie de nieuwe clip opgenomen van single nummer 10, de allernieuwste Lieve Maria.
Nou, lieve Marie, ik kwam vroeger, ik zal even in de camera kijken, hallo. Ik kwam vroeger veel in de Sint-Jan, hè? Nee, maar in Sint-Jan is het mooiste van een bos natuurlijk. En dat is lieve Maria geworden. Maar lieve Maria is een hele feeststijl. Het is echt een feestnummer. En ja, dit ja, dat is gewoon een prachtig nummer. Met, ik heb het zaterdag gezongen met live accordeon. Ja. Want Roy Otters, die die band gemaakt heeft, die had het ook met live accordeon ingespeeld, maar die was er ook. Dus het liedje heb ik dan live gezongen met live accordeon. Oh, dat is ja, mooi. Ja, dat klinkt met live accordeon. Deze. Jij hebt een zwak voor iemand, hebben we alle, trouwens alle twee, want ze heeft een geweldige stem. Voor Serena. Voor Serena. Ja. Want die speelt weer bij jou in de clip, want ze speelde ook al bij Lana in ja. jouw clip. Ja, Serena die was er toevallig en we zochten nog een leuke vrouw. Nou, ik denk Serena. En die vond het niet moeilijk om even in te vallen. En, dus dat was heel leuk. En ja, Serena is een hele lieve zangeres. Klopt. En ze heeft een hele leuke stem, vind ik. Ze heeft een fantastische stem. Dus we hebben ze altijd bij. Ze hoort een beetje bij ons meubilair. We hebben heel veel cd-presentaties gedaan en zo, dat weet jij, Marianne. Ja. En daar is meestal Serena bij, als ze kan. Want ze heeft natuurlijk een kleine gehad. En, ja, ik heb de kleine gezien, eerst dus, om op te breken. Dus ze was even van het podium af, maar nou is ze weer helemaal terug. Hé, hey, luister eens. Is er ook een grombeertje, Johan Moreno, als er iets niet mee zit qua de muziek en dat je dan tegen je gezin zegt, ja, wat moet ik hier nou mee aan? Nou, kijk, weet je wat het is? Het is als jij normaal heb jij een producer en dan pak je en zeg, dan moet ik eens even bellen hoor, even over nadenken. Maar nou, wij, om samen te werken, dan moet het best ja, moeilijk te moeten leren. Dan zeg ik, oh, dat moet ik even zeggen. Dan moet ik zeggen van, oh, de bespreking gaat bij ons allemaal thuis, hè? Die gaat tussen het eten wat er besproken, hè? Jullie gaan eigenlijk 24 uur per dag zo wel, ja, als je elkaar niet ziet. Maar in ieder geval, als jullie elkaar zien, wel altijd ja. bezig met muziek. Ja, en die jongste die doet aan de sportacademie in een bos, die denkt dat we staan de enige die... Die niet van muziek. Ja, ik vind muziek wel leuk als je in een discotheek staat, maar het gaat heel vaak over de muziek bij ons, ja. Echt heel vaak. Ja, nou, hey, het zit erin. Maar het leukste is, dat mijn zoon niet werkt bij de lalala, ik heb 4 keer gezegd, ja. Het is klaar, hè. Maar hij doet al die 90's platen, toen ik jong was natuurlijk. Dan ben ik 38, maar 20 jaar geleden. Ja. 38 jaar scheelt 10 jaar, hè, met al 70 jaar. Bianca, hoe oud? Ja, maar dat was een foutje. Ja, maar dat was een foutje dat ik gesteld net, hè. Maar die muziek in de feestcafés is toch weer die 90's platen die, ja. die gaan mixen. En die komen steeds meer terug. In de top 40, in de discotheken, met een ander beatje eronder. Ja. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Ja. En dat is leuk. Hey, op 14 januari 2023. Dan heb jij een soort nieuwjaarsparty. Ja, en die hadden we voor de corona gepland. Dus die is 2 jaar verschoven. En daar hebben we een aantal artiesten staan. En we hebben al heel veel kaarten verkocht. En dat wordt gewoon een knalfeest. Wie zijn er onder andere? Ja, Wilbert Pikmans. Van allerlei artiesten. Jack van Raamsdonk. Didier Fonsi presenteert het. En nog een hele hoop artiesten. Even kijken. Serena, Pierre van Dam. Duwe Hiddet. En Kevin Affel, dus... Wordt volop gezelligheid weer. Ja, en dan komen we weer terug natuurlijk op... wat je net zei, doen jullie er een hoop aan. Kijk, als je een tent voorbeeld hebt, moet je er wel aan doen. Ja. Je moet ja, ze overal... komen niet uit de eigen, hè? Ja, maar, sommige mensen wel, maar je moet natuurlijk wel je eigen... Je moet blijven promoten. Ja. Bij iedereen die je tegenkomt... En zeggen, ja joh, maar ik denk niet dat ik kan. Ik zeg, jij kunt. Kom maar gewoon. Mm. Maar je moet wel blijven promoten. Want anders dan... Vaag je weg. Ja, echt. Hé, hey, wordt dit een jaarlijks evenement? Laten jullie dit jaarlijks terugkomen? Dat is wel, daarvoor hebben we nou in januari gedaan. En ja, we proberen natuurlijk steeds meer mensen te krijgen. De podium breiden we uit. We hebben Blue Flamingo staan van geluid met licht, geluid. En we proberen er een jaarlijks evenement van te maken. Mm-hmm. Gewoon het jaarlijkse dorpfeest van Velderhiel. En dan kan je dat elk jaar terug laten komen. En dan, om het steeds groter te laten worden. En de grote stempel Johan Moreno komt er dan bij te staan. Ja, het is goed. Het is goed voor je promotie. Het is overal goed voor haar. Waar kunnen de mensen de kaarten bestellen? De kaarten kunnen ze bestellen op www.vanhoeselmusic. www.vanhoeselmusic. En dan kunnen ze bestellen. En dan gaat online en dan krijg je een mooie ticket thuis. Maar ze kunnen ook hier winnen. Kunnen ze hier ook winnen? Ah. Oh, nou... Ja, dan wil ik graag 4 kaarten weggeven als iemand
Nou jongens, we gaan een hele leuke nieuwjaarsparty houden. Dan geef ik 4 kaarten weg voor de mensen die meekijken. Dus bent er snel bij, hè? Want het wordt heel gezellig. En waar mogen ze draaien aanmelden? Bij jou voor de kaarten of bij ons voor de kaarten? Bij jullie. Bij ons? Jullie. Nou, dus mensen, willen jullie kans maken op die kaartjes? Dan stuur mij een berichtje, privé. De meeste mensen zetten ze wel elke keer onder het fotootje. Maar dan zijn ze niet meer terug te vinden. Ja, dat ga ik doen. Ik krijg ook een cue'tje naar mij toe. En via de messages schrijf ik dus alle namen op. En die worden gehutseld. En daar gaan we dus 4 personen uittrekken voor de kaartjes. Dus wil je meedoen, wees er dan betijds bij. Dus als dit uitgezonden wordt, gelijk eventjes in mijn privé een berichtje sturen. De website. www.vanhoeselmusic. Ja, www. Heel rustig. www.vanhoeselmusic.com. En daar kunnen mensen ook heel veel info over jou vinden. Daar kunnen ze info over mij vinden, over de artiesten en over... En jongens, als jullie meekijken, het wordt echt een hele gezellige avond. Want ik ben er zelf ook. En geloof me nou, het wordt super. En Marianne zelf ook, hè? En Marianne is er misschien ook wel. En boekingen. Kunnen ze het ook via jouw website doen? Ja. Of gaat er ook... Boekingen kunnen ze natuurlijk via Van Oesel Music doen of via Facebook. En maar ja, als Marino komt, dan is het wel een feestje. Dus, zeker. Hey, Johan, ik vond het heel fijn dat je er was. Want ja, toch, als gewone mensen onder elkaar en zo, hè? Toch ja, maar dat is het leuke, hè? Het moet niet het zo... Het relaxte, moet niet zo... Ja, dat zou standaard zijn, hè? Nee. Het moet gewoon gezellig zijn. Even in de huiskamer zitten, is een huiskamer hier zo. Nou. En nou, ik zou zeggen, dankjewel dat ik hier mag komen. Nou, je bent nog niet klaar. Hij dacht al weg te gaan. Maar dames en heren, hij komt met de nieuwe single uit. Over 2 weken. Ja. En daar gaat hij nu in die camera, want die is dan helemaal voor jou, Johan, aankondigen. Over 2 weken komt een nieuwe single uit. En ik zeg met emotie, het is heel erg mooi. Lieve Maria... Een echt feestnummer en ik denk dat je het gaat doen. Dus mensen, kijken zou ik zeggen. En wij wensen jou heel veel succes met het nummer. Nou, wij zien u volgende week weer terug en dan weer met nieuwe artiesten. En ik zou zeggen, tot dan! Maria
we drinken rode wijn hier bij de volle maan. Toe gaat ook mee en zegt.